Landgenoten, broeders en zusters, maar in het bijzonder onze moslimbroeders en zusters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vandaag, de Eid al-Fitr-dag, in de volksmond en bij sommigen ook bekend als Bodo. En dit is voor ons allen een vreugdevolle dag. De feestelijkheden zijn sinds gisteravond ingeluid. De familie, vrienden, kennissen bezoeken zullen nog dagen voortduren, ongeacht etnische of religieuze achtergrond. Zo kennen we de Eid al-Fitr. Het levert een bijdrage aan de verbondenheid van onze religieuze en culturele diversiteit. Het saamhorigheidsgevoel bij Eid al-Fitr vloeit voort uit het vasten die men een maand lang heeft verricht, gekoppeld aan oprechte bezinning over de zin van het leven. Onze moslimbroeders en zusters en vele anderen met hen hebben de afgelopen maand nachten samen doorgebracht in gebed, om zodoende weerbaar te zijn tegen de vele uitdagingen die ons land en als wereld in haar greep heeft. Landgenoten, inderdaad, als volk is het noodzakelijk om ons te bezinnen waar wij naartoe willen gaan. Hoe willen we ons land achterlaten voor ons nageslacht, zonder de inspanningen en opofferingen van onze voorouders, zouden wij niet zijn wat wij nu zijn. Op dezelfde manier zal de situatie van onze kinderen en kleinkinderen ook afhangen in welke mate we ons hebben ingespannen en opofferingen hebben gebracht. Het vasten in de maand Ramadan staat symbool voor de moeilijke tijden die we thans meemaken. De vastenmaand leert ons om in collectief verband de honger te trotseren en de solidariteit te tonen met zij die met moeite de dag kunnen beginnen met een goede maaltijd. De moraal, welke voor het geheel volk van belang is, is dat de moeilijke situatie niet de natuurlijke staat is. Samen zullen we terugkeren naar de verlichting, zoals we vandaag gezamenlijk het Eid al-Fitr feest vieren. Ja, het vereist wel van ons allen, net als tijdens het vasten, om geduld en doorzettingsvermogen aan te kweken, alsmede standvastigheid. Voor het individu zal het leven zwaar lijken. Maar samen als één volk kan elk maatschappelijk probleem worden opgelost. Niet alleen de regering, maar elk maatschappelijk onderdeel zal hierbij een bijdrage moeten leveren. Zowel de consumenten als de handelaren, de producenten, de dienstverleners en de financiële instellingen. Tijdens de maand Ramadan werd de Almachtige in alle oprechtheid en op intensieve wijze gevraagd om vergiffenis voor de zonden die men bewust of onbewust heeft begaan. En we erkennen dat we allen zondaren zijn. En met de genade van de Almachtige krijgt de vastende vergiffenis en wordt hij gereinigd. De ware gelovige komt tevoorschijn uit deze maand als een herboren mens, gevuld met goede intenties en positieve initiatieven die hem in staat stellen verbetering en vooruitgang te brengen in zijn dagelijkse omgeving. Moslims wereldwijd hebben smeekbeden gericht aan de Almachtige om de mensheid te leiden naar het beste in deze wereld en in het hiernamaals. En we hebben dat allemaal nodig. Verbetering van de mens start echter
in het innerlijke. Daarom streef de vasten daarnaar om in de maandtijd de prijzenswaardige eigenschappen, zoals liefdadigheid, broederschap, naastenliefde, vergevensgezindheid en medeleven eigen te maken. Uiteindelijk gaat het in het leven om begrip voor elkaar te hebben. Want zolang we geen begrip hebben voor het gevoel van honger, die een behoeftige elke dag weer beleeft, zullen wij de noodzaak niet inzien voor het oplossen van het armoedevraagstuk. Door het gevoel van honger en dorst beseft de vastende wat het is om dagelijks geen eten en drinken te hebben. De solidariteit met de medemens wordt hierdoor aangeleerd in de vaste maand. Broeders en zusters, het samenvallen van de maand Ramadan met de vaste periode Navratri binnen het Hindoeïsme en het Pasen van het Christendom geeft een extra dimensie aan de maand Ramadan. Immers is dit de beste manier hoe wij om moeten gaan met onze religieuze diversiteit. En we kunnen met trots zeggen dat we in het koesteren van de religieuze verscheidenheid een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. Suriname is geen land van polarisatie. En de verschillende religieuze feestdagen leveren een wezenlijke bijdrage aan de waardering, acceptatie en verdraagzaamheid voor elkaar. Als burgers van dit land moeten we de Almachtige dankbaar zijn voor zoveel goedheid aan ons. Hierdoor kunnen we beter werken aan de geestelijke en morele verheffing van het Surinaams volk. Want verschil in overtuiging mag geen drempel zijn om als één volk samen met elkaar te leven. En dit is wat ons Suriname zo uniek maakt tussen alle landen van de wereld. Landgenoten, Lui Bradrang Assisa, aan het eind van deze Idul Fitr boodschap spreek ik de hoop uit dat de totale Surinaamse gemeenschap deze vrede en saamhorigheid verder zal uitdiepen. Laten we het goede behouden en het slechte nalaten. Ik wens u namens de regering een Eid Mubarak toe. Ik dank u en mogen de Almachtige u allen zegenen.